Hallo en welkom bij een nieuw filmpje voor Prulliken.nl. Ik ben Leonie François en sinds 2018 ben ik een onafhankelijke Stampin' Up! Demonstratrice. Ik hou me vooral bezig met scrapbooken en memory keeping, omdat ik het zo belangrijk vind om de foto's die we zo snel allemaal nemen met onze telefoontjes ook te verwerken met het verhaal erbij tot een volledige herinnering die ik kan bewaren in mijn album voor mezelf, maar ook voor mijn gezin. Vandaag heb ik weer een hele leuke serie foto's om te verwerken tot een pagina en daarvoor ga ik deze keer niet nieuwe producten gebruiken, maar juist wat oudere. Want ik weet zeker dat als jij ook al wat langer knutselt, jij soms ook spullen hebt die niet meer actueel zijn, maar nog steeds heel leuk zijn om te gebruiken. Dit jaar zal ik bewust de keuze maken om af en toe een stashbusting video te maken. Dat wil zeggen, ik heb een heleboel producten nog die inmiddels uit het assortiment zijn, maar die nog gewoon hartstikke goed en hartstikke mooi zijn. En die wil ik ook gaan gebruiken. Niet alleen focus op al het nieuw. Ik weet zeker dat ik niet de enige ben die nog steeds van deze papieren en stempels en stansen en prachtige producten heeft die niet langer in het actuele assortiment zitten. En ik vind het zonde om ze niet te gebruiken. Sterker nog, om de week op donderdagavond kan je bij mij thuis meedoen aan een BEP-workshop. BEP is een afkorting die staat voor breng je eigen producten. En daarbij kan je dus werken aan hetgene wat jij maar wilt. Gezellig bij mij aan de keukentafel en met de andere creatieve mensen. En dan kan je dus ook weer helpen om door die voorraad die we allemaal, iedereen die creatief bezig is, heeft een voorraad aan spullen die we nog niet gebruikt hebben. Maar we tonnen ideeën hebben wat we ermee willen gaan doen om dat eindelijk eens te komen uitvoeren. Dus heb je zin om mee te doen? Kijk eventjes op www.prulliken.nl. Daar staan de actuele data wanneer de eerstvolgende BEP-workshop weer is. Voor vandaag wil ik gaan werken met deze fotootjes. Dus ik wil gaan proberen om zowel de voor- als de achterkant te doen. En die foto's zijn genomen door mijn vader. Want op onze kalender stond een dag genoteerd waarop ik een vader-dochterdag had. Of ja, een opa-dochterdag had in dit geval. En mijn jongste zoon, Wouter, die zei, oh, dat lijkt me ook leuk. Ik wil ook een dagje. Mag ik een opa-Wouterdag? Dus dat hebben we gevraagd aan opa. En natuurlijk mocht dat. Dus zij zijn lekker rond gaan reizen. Ze zijn naar een molen geweest. Ze zijn naar een dorpje geweest. En ze zijn ook naar een boerderij gegaan waar Wouter vanzelf zelf ook allemaal dingen mocht gaan doen. Dus dit zijn de dingen over de boerderij. En daar heb ik een heel leuk celebration artikel bij van vorig jaar. En dat heet A Day at the Farm Design Papieren. Nou, dit was fantastisch leuk. En ik heb het ook wel wat gebruikt zoals je ziet. Maar ik heb echt nog zoveel hiervan over. Het is gewoon schandalig. Het is gewoon echt schandalig. Dus hier moeten we mee aan de slag gaan. Dus, en ik denk dat dit natuurlijk perfect is hiervoor. Boerderijdiertjes en boerderijdiertjes. Dus ik heb als eerste deze twee vellen gekozen. Ik vind dit ruitje erg leuk. En ik vind ook die heuveltjes. Ik weet het, Nederland is plat grotendeels. Maar die vond ik ook leuk. Dus ik denk dat ik de heuveltjes aan deze kant wil. En hier waar juist het groen is van de kruiwagen, dat ik daar het rood wil. Dus het eerste wat ik ga doen is, ik ga een berg vakjes snijden van 5 bij 5 centimeter. Want ik weet dat dat de maat is van deze vakjes. Die ga ik van beide vellen doen. En ik ga ook mijn foto's, dus zoals je ziet, sommige zijn nog een beetje te groot. Die ga ik bijsnijden. Ik denk naar 4,5 bij 4,5. Zodat ik er nog een matje achter kan maken. En ik moet even kijken waar ik die van wil maken. Dus ik ga eerst eens eventjes wat dingetjes snijden. Dus tot zo. Oké, dus dit is wat ik nu heb. Zoals je ziet heb ik hier toch gekozen voor een ander patroontje. Die komt van dit prachtige vel wat ik aan het bewaren was voor een speciale gelegenheid. Dus twee vellen van ieder in het pak. Dus ik heb ze allebei bewaard. Tijd om het te gebruiken. Ik heb dit stukje gekozen omdat hij dus bezig is geweest met de koeien. En hij is bezig geweest met de kippetjes en met een paar geitjes. Maar daar heb ik geen aparte apart papieren van. Uit wat ander papier, uit dit vel, heb ik een aantal van de diertjes gekozen. En daar ook op 4,5 bij 4,5 centimeter wat figuurtjes uitgesneden. En het leek mij slim om daar een matje achter te doen in het wit. Het leek mij ook verstandig om de foto's een matje te geven als tussen
zodat hij net wat meer eruit springt. En omdat we hier al een klein beetje geel hebben, leek mij verstandig om kleine gele matjes. Dus die zijn 4,8 bij 4,8 centimeter. En dan is het net wat feller om wat van de pagina af te laten knallen. Dus die heb ik voor alle fotootjes. Een geel matje. En ik heb dus voor op het rode papier ook wat diertjes met een wit matje. Dus die valt dan wat minder hard op. Maar nog wel dat je ziet dat het anders is dan het randjespapier. En ik heb deze uitgeknipt ook uit het grote vel. Dus dat is waar ik nu ben. Dan wilde ik hier een titel gaan maken. En dat gaat worden Op de boerderij. En ik wilde het opnieuw gaan werken met dat geel. Dus met dat Daffodil Delight. Alleen, daar gaat het natuurlijk niet opvallen op dat groen. Dus bedacht ik wil daar vellum overheen doen. En ik zat te denken van, zal ik het over het volledige bovenste gedeelte doen? En uiteindelijk heb ik besloten dat ik dat eigenlijk niet wil. Want ik vind de afbeelding zo leuk. Dus ik denk dat ik gewoon een strookje ga doen voor op de en een strookje ga doen voor boerderij. En die moet ik dan vervolgens weer gaan snijden. Zodat hij over de twee vakjes verdeeld kan worden. Maar ik denk dat ik dat beter vind. Dus ik ga dit allemaal een beetje opzij schuiven. Zodat ik kan stempelen. Nou, om te stempelen ga ik dus, zoals ik al zei, Daffodil Delight inkt gebruiken. En ik ga Alphabest gebruiken. Dus ik heb de lettertjes al gezocht. En ik begin met de letters die het langst zijn. Dus dat gaat de J zijn van boerderij. Dus dat, aangezien dat woord onderaan komt en daar eindigt er ook mee, ga ik daarmee beginnen te stempelen. Zodat ik daarna de rest kan uitlijnen met dat woord. Ik hoop dat ik het zo meteen ook kan zien. Hij wordt moeilijk. Als het echt niet goed zichtbaar is. Nee, het is niet echt goed zichtbaar. Ik ga het op wit stempelen. Dit was een goede test. Ik ga op wit stempelen. Oké, dus dit gaat hem worden. Ik heb de lettertjes netjes uitgeknipt. Ik denk dat ik nu eerst wat dingetjes ga opplakken voordat ik ga kijken hoe ik mijn teksten ga toevoegen en wat daar voor achtergrond op komt. Dus ik ga snel even plakken. Alles gaat gewoon plat opgeplakt worden met de Tombow-lijm. Dus, en dan krijgen we dit. Nou, voor ik verder ga, wil ik eerst dus mijn teksten nog toevoegen. En daarvoor dacht ik dat ik dit papier wel zou kunnen gebruiken. Althans, dan is de wit met geel gestreepte kant. Komt ook uit datzelfde papierpakket, hè. Want dan kan ik mooi op de witte gedeeltes mijn verhaaltje schrijven. Dus ik heb het alvast met potlood gedaan. Even kijken. Daar kon hij eten inscheppen. Komt hier. Eerst mocht Wouter een kruiwagen halen. Daar. Dus eerst mag Wouter een kruiwagen halen. Daar kon hij eten in scheppen. En dan om de koeien te voeren. Dus ik ga deze stukjes wel allemaal, nadat ik het geschreven heb, wat kleiner uitsnijden. Zodat we niet alles van het achtergrondpapier verliezen. Wouter is een echte dierenvriend. Die komt daar. Hier komt, ook al was het leuk, Wouter vond het toch stinken op de boerderij. Dus dan Wouter is een echte dierenvriend. Hij aaide graag de geiten en de kippen. En Wouter mocht zelf eieren rapen en in de doos doen. Dus dan heb ik het verhaal compleet van wat je hier allemaal aan het doen is. Dit ga ik even met mijn zwarte Stampin' Write pen opschrijven. Verder klein uitknippen en opplakken. Zodat het zo dicht mogelijk bij de kant zit waar het verhaaltje ook over gaat. Dus vandaar dat ik deze twee nog van plaats heb verwisseld. En dan kom ik weer terug. Zo. En dan lijkt het me leuk om als laatste versiering nog wat loose daisy embellishments of losse madeliefjes toe te voegen. Dan wel de witte. Hoewel. Ja, nee, want daar zit een te felle roze in anders. En het makkelijkste is dat om dat te doen met de mini glue dots, de lijnpunten. Dus ik pak er gewoon eentje. En ik zet hem in mijn glue dots. Met mijn Take Your Pick tool. En
Daar heb ik een randje gehad. En dan ga ik met mijn prikkantje de lijnpuntjes oppakken. En dan kan ik hem plaatsen waar ik denk van, hey, dat ziet er wel gezellig uit. Laat ik er daar eentje doen. Ik denk dat misschien toch wel leuk is om hier ook een paar van de andere kleur te doen. Dan heb ik er nog twee. Zal ik er hier nog eentje doen. Hier nog eentje. En dan zal ik er nog een stuk of vijf doen in de andere kleur, zodat hij beter afsteekt met mijn tekst. Zo. En dan denk ik dat ik hem zo hou. Er was nog meer gebeurd op die dag, maar dat is voor een andere layout. Dus als ik dit nou in mijn hoesje doe. Zo dus. Nou, ik vind hem echt wel heel leuk. Mooie manier om de herinneringen vast te leggen van Wouter. In ons gezinsscrapbook voor 2023. Het celebration papier dat ik gebruikt heb voor deze layout is helaas niet meer te verkrijgen. Maar het was te perfect om niet te gebruiken voor deze leuke boerderijfoto's. Wil jij nou ook celebration artikelen van deze ronde? Dan kun je een bestelling plaatsen vanaf €60. Want dan kom je al in aanmerking voor gratis producten. Je kunt je bestelling eenvoudig plaatsen via de online shop door gebruik te maken van de link die je hieronder in de omschrijving vindt. En daar staat ook een gastvrouwcode bij. Die kun je gebruiken bij al jouw aankopen tot €200. Wil je echter liever dat ik eventjes met jou meekijk naar je bestelling? Of wil je meedoen met een verzamelbestelling bijvoorbeeld? Dan kun je je bestelling doormailen aan leonie@prulleke.nl en dan kan ik je op die manier helpen. Denk er ook aan dat er op dit moment twee hele interessante instapacties lopen tijdens Celebration. Dus mocht jij willen aankopen doen altijd met korting, dan is het overwegen waard om misschien in te stappen als demonstratrice. Ik hoop dat je dit een leuk filmpje vond. Vergeet niet om een duimpje omhoog te geven. Laat vooral een comment voor me achter. Welk oud papier heb jij nog liggen wat je graag een keer op zou willen maken? En vergeet niet om je te abonneren op dit kanaal, want elke dinsdag en vrijdag ben ik hier op YouTube te zien met een nieuw stukje informatie of inspiratie. Dat was het weer voor nu. Ik wens je vast een heel erg fijn, knutselig weekend en graag tot volgende week. Doei doei!